Welkom op een nieuwe uitzending van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Mijn naam is Lodewijk de Leu. Ik heb slecht nieuws voor de vissen en de eenden in de omgeving van Steenkerke. Na het winnen van het Belgisch kampioenschap wil Anne Werbroek nog meer bakken. Alle broodresten verdwijnen dan in haar broodpudding. Het winnende gebak van Anne herken je aan de appeltjes, eigenlijk een vleugje tartatin in de poting. Goedendag, ik ben Anne Werbroek, woonde in Steenkerke, mooie Steenkerke, bij gemeente Van Veurne. Ik had een berichtje gekregen in de WhatsApp-groep van mijn zus. Is er iemand geïnteresseerd voor vlug een broodpuddingtaartje te maken? Want we zijn aan het kijken voor de Belgische kampioenschap. Ik zeg, ik zal toch even kijken wat ik in de kast heb, wat ik vind. Ik val eigenlijk echt uit de lucht, omdat ik meegedaan heb. Uit sympathie willen mensen misschien niet geloven. Iedereen wil misschien wel winnen, maar het was niet de bedoeling. Het was gewoon uit sympathie voor de inrichting. Het was weer heel in orde. Alles qua veiligheid, qua covid-veiligheid. Mensen waren aanwezig en overal hoor je van de mensen zeggen, we komen tenminste weer een keer buiten. En van ons was het ook zo. En als je dan buiten komt en je wordt dan Belgisch kampioen, is dat altijd meegenomen. Ik maak nogal vlug iets. Ik kijk altijd wat ik in huis heb en wat ik kan combineren. Brood heb ik niet altijd in huis, omdat we nogal... we wonen aan het water en alles gaat naar de vissen en de eenden. Maar nu vond ik het eigenlijk wel... ik had toevallig, als ik geen brood moet in huis hebben, ging ik niet gebakken hebben. Maar ik had er toevallig in huis. Maar vanaf nu gaan de vissen en de eenden minder eten. Dus gaat niet meer een keer broodtaart zijn. Oh ja, ik ben niet voor alcohol, dus voor mij moet er geen alcohol zijn om lekker te zijn. Dus ik heb een klein beetje vanille-extract gedaan. Ik ben eigenlijk begonnen met mijn brood in stukken te trekken, bruin brood, licht bruin brood. Daar heb ik een goede half liter halfvolle melk genomen. Maar omdat het half vol was, zag ik geen verband. Hoe gaat dat komen? Anders doe je dat met vanille puddingpoeier. Ik heb daar room bij gedaan in de hoop dat iets ging. En dan mijn boter, mijn boter gesmolten, appeltjes erbij en donkerbruine suiker. Laten karamelliseren en er vlug bij gedaan. Niet in gedachten dat het zo een suikerbom was. En dan mijn rozijntjes en de nootjes. De noten om het herfst is. Ik vond wel dat wel nodig was eigenlijk. En dan proeven, hé. Lekker wat Piet zegt, je moet ervan proeven. En ik vond de combinatie lekker. En je moet dat voelen dat dat niet te zoppen is. De melk mag er niet uitlopen eigenlijk. Dus ik denk dat het een beetje toeval was dat alles klopte. Wat ik ook gedaan heb, dat ik bijna altijd doe, is een beetje boter laten smelten met bruine suiker. En dan opgedipt. Zodat ik een korstje had van gesuikerde laag voor zo'n final touch te geven. Dus, en eigenlijk onderaan ook een beetje suiker, dus boter met bruine suiker. Dus omdat dat dan een beetje karamelliseert. En het was ook daarmee, het gaf niet het gevoel dat je... ik vind het jammer dat broodtaart een beetje iets is dat je bespaart, dat je anders wegsmijt, dat je er toch iets lekker kan van maken, dat het geheel goed was. In verhouding eigenlijk. Was het nu toeval? Ik zou zeggen, mijn papa zou zeggen, het was op zijn beuzelings, maar het was op zijn beuzelings. Dus, maar je ziet wel, mijn Marietje, mijn grootmoeder, dus de beuzelings komt hier te pas. Ik heb 40 minuten op 200 graden en het zit er overal al suiker in. Appeltjes waren al gesuikerd, dus ik halveer bijna altijd mijn suiker. Ik ben dan eigenlijk gewoon, receptie van pannenkoek ook al de helft van suiker. Dus ik halveer mijn suiker en omdat te veel suiker, en dat heb ik dan wel vervangen door een zakje vanillepoeder. Eigenlijk, ik bak heel graag tartatin. Zowel met appeltjes en ook met tomaatjes, met groenten. Dus alles wat ik in huis heb. Ik maak altijd dat ik bladerregen kunt toveren met bladerregen. Dus mijn appels ook, als het heel vlug moet gaan, appels in stukjes doen, de boter erbij, bruine suiker erop. Vlug in mijn vorm doen, mijn bladerregen erop en in de oven met een bolletje ijs. Heel dankbaar en iedereen mag dat. Dus als ik groenten over heb, tomaten, stoven met de aubergine en met courgetten, dus ook stoven in mijn
taartenschotel, mozzarella erop en nog een beetje andere geraspte kaas. De bladerdeeg erop in de oven met de lekker sla. Kost niks, duurt niet lang en heel je huis hangt vol geworden. Het leuke aan bakken is eigenlijk de gezelligheid en dat je er iets van jezelf kan insteken. En iedereen die binnenkomt zegt, dat ruikt hier lekker. En dan stuur ik foto's door naar de familie, dus dat ik aan bakken ben. Dus om de andere mensen ook toe te zetten, eigenlijk aan te zetten om ook maar te bakken. Dus iedereen kan bakken. Maar de afwas nadien is dan van mijn man.